Goedemiddag. Wie ben jij? Ik ben Tommy. Tommy. En ik heb een heel groot probleem op mijn onderarm. Ja, want hij is wel heftig. Hij is heel heftig. Ik vind hem heel heftig. Heb je nog plekken waar je getatoeëerd kan worden überhaupt? Ziet wel aardig vol, toch? Mijn heel gezicht is helemaal nog leeg. Ja, nee, ik heb hier nog op mijn rib heb ik nog een plek. Echt, dat heb je al voor het laatst bewaard als toetje. Ja, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Nee. Ja. Mensen, dit is Tommy. Hey. Hi. Ha, Tommy. Hoi, Tommy. Goedemiddag. Hoi. Ga lekker zitten, Tommy. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Tommy, 48 jaar. Ik ben werkzaam in een gevangenis. Ik ben ook nog DJ-producer. Oh, wat leuk. Ja. Cool. En wat doe je in de gevangenis? Ik ben PJW'er. Muziekdraaier. Oh, wat is dat? Penitentiair inrichtingwerker. Ah, ja. En wat is dat? Heb jij nooit vastgezeten? Nee. Heb jij dan nooit vastgezeten? Ik ben over een nep tatoeëren. Nou, dat je op de vloer werkt met gedetineerden en dat je ook mentor bent van gedetineerden. Oké, interessant. Hey, en je bent hier natuurlijk niet zomaar. Wat is het probleem? Mijn tatoeage. Gelukkig. En ja. Wanneer is die tatoeage gezet? Dat is zo'n 15 jaar geleden gezet. De tatoeëren was er ooit aan begonnen en heeft hem nooit afgemaakt. De lijntjes gingen scheef en ik werd er een beetje nerveus van. Ja. En op een gegeven moment... Ik kan me voorstellen. Ja. Dus op een gegeven moment zei ik, nou stoppen maar, we gaan een ander keertje verder. Maar dat is er nooit meer van gekomen. Oké. Wat was het idee van de tattoo? Er zou een microfoon opkomen en een dingetje met plaatjes van de LP's. Alleen, het is meer op een piemel gaan lijken of op een ijsje dan een microfoon. Dat vind je leuk, hoor. Ja. Maak er gewoon een piemel van. Ik vind het wel goed dat jij hebt gezegd, stop en we gaan niet verder. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon denken... Nou, nu zit ik nou eenmaal en misschien komt het wel goed en ik laat het gewoon afmaken. Want hoe lang loop je er nu mee? 15 jaar ongeveer. 15 jaar? Ja. Maar wil je hem afgemaakt hebben of wil je er iets overheen? Nou, er moet iets overheen komen. Ja. En waar heb je hem zitten dan? Dat is de vraag. Op mijn onderarm. Op je onderarm. Zoals je het vertelt, dan is het net alsof hij eigenlijk net begon. Dus misschien valt het enorm mee. Staan er net drie lijnen, weet je wel. Ja, oh. Daar zit er hoop dan maar. Ja, kijk, ik hoor hem al naast me. Dus waarschijnlijk is het niet zo. Tommy, laat maar zien. Is goed. Nou, ik ga er weer voor zitten, hoor. Op het puntje van de stoel. Ja. Zo. Het is niet echt een piemel. Ja, nee, maar het is wel eens tegen mij gezegd. Of wat is dat, een ijsje? Ja, een ijsje. Ja. Het is wel een niet definieerbaar iets. Nee, het is geen microfoon. Die kabel die loopt zo hierdoor en wat is dit dan? Infinity gelijk. Wat is dit dan, ja? Oh ja, dat is de standaard. Dat gaat nergens naartoe. Maar ik zou ook niet weten wat dit is. Ja, dit moeten de platen worden. Ja, dat snap ik, maar ik zie het niet. Nee. Lijken wel twee pakjes. Het enige wat hij wel aardig heeft gedaan zijn de muzieknoten, maar voor de rest... Wat zou je willen? Nou ja, ik ben van sterrenbeeld een leeuw. Een mooie leeuwenkop erop. Met een... Kijk. Ik denk dat ze nu allemaal denken, doe dan maar een lul in plaats van een lul. Een lul met lang haar. Wat kan hiermee, jongens? Laat ik het zo zeggen. Je zou eigenlijk iets met dikke lijnen moeten denken, gewoon richting de oldschool. Als je daar een beetje in verdiept, dan komen we er vast wel uit. Wie heeft er het beste gevoel bij of het idee bij? Ja, ik. Denk ik. Zal ik het doen? Huh? Maar ik zie ook wel aan hem dat hij wel een beetje hetzelfde uitstraalt. Zie je dat aan mij? Ja, ik zie de zelfvertrouwen ziek. ik denk maar als we er gewoon samen uitkomen sowieso. Ja, toch? Ik heb er alle vertrouwen in. Ja? Ja. Nou, dat ook. Mooi. Top. Tommy. Top. Jij ziet Hans snel. En dan zie ik jullie volgende keer. Succes. Zeker. Dankjewel, Hans. Doei, Tommy. Doei. Fijne dag nog. Doei. Hetzelfde. Ja, dat lukt me wel. Ja, tuurlijk. Maar... Ja, ik vond jullie inderdaad wel een beetje van, laat Hans maar doen. Ja, hij werkt in de gevangenis natuurlijk, hè. Je weet een beetje wat er overheen Dit is echt van onderkant pols tot aan ze... Dat is echt de hele binnenkant van je onderarm. Ik heb ook iets moois om mijn onderarm laten zetten door hem. Zien dan? Zo ook een onderarm. Mooi, hè? Kijk, dat is wel heel goed. Ja, dat is super mooi gedaan. Ik kan vanaf hier zien wat het is. Een R. Albers. Ja. Super mooi.
Gevangenisbewaarder Tommy kwam in onze kliniek met een gênante tekening die een microfoon moet voorstellen op zijn arm. In het dagelijks leven is die plaat niet altijd te verbergen, dus hij krijgt er tijdens zijn werk of vrije tijd de nodige opmerkingen over. Ik ga met hem de sportschool in om te zien wat hij allemaal naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Kom, Tommy, pak hem! This is how legends are made. Hey Tommy, dat ziet er heftig uit. Wel hè? Je kan wel een lekker klapje uitdelen. Ja, meedoen volgende keer? Ja, volgende keer als ik een zwaag ben, dan kom ik zeker sporten. Hey, hoe vaak doe je dit? Ja, ongeveer 3-4 keer per week. Oké, dus dit is wel belangrijk voor jou? Het is heel belangrijk, vooral voor mijn werk. Hè. Ja. In de baaiers. Je moet wel even een beetje shape blijven en weet hoe je... Ja. Kijk, ik ben niet al te licht, dus ik moet wel... De conditie moet op peil blijven. Hè. Ja. Hey, en dit is natuurlijk wel een plek waar je natuurlijk je tatoeage te zien krijgt. Ja, ik schaam me kapot. Ja. Is het echt zo erg? Ja, ik vind vooral in de baaiers natuurlijk. Hoop mannetjes daar. Ja, in de baaiers kan ik me helemaal voorstellen dat het... Ja. Daar zitten natuurlijk over het algemeen wat meer de pestkopjes. Ik krijg wel door. Een ijsje, een piemel. Dus dat soort reacties krijg je. Een piemel met muzieknoten. Ja. Dus het wordt tijd voor wat anders. Wat vind jij nou van zijn... Ik kan veel beter. Ik kan veel beter, ja. Ik heb mooier gezien. Ja, alsof een 5-jarig meisje een microfoon op haar arm heeft getekend. Wat voor werk vind jij dat het oplevert? Piemel en een touwtje. Een piemel en een touwtje. Ik heb er ook eentje in de make-up laten zetten en dat is ook niet de beste kwaliteit. Dus, maar goed, die zie je wel minder dan die natuurlijk. Daarom heb ik hem ook daar gezet. Ja, Tommy, had je toch beter over na moeten denken. Ja. Maar goed, we gaan je helpen, jongen. Helemaal goed. We gaan naar Hans. Hans, we komen eraan! In de sportschool werd duidelijk dat Tommy echt dringend van zijn mislukte tattoo af moet. Het is niet echt een piemel. Het is wel een niet definieerbaar iets. Ik ga kijken welke oplossing Hans voor hem bedacht heeft. Hans, wat heb je in gedachten qua ontwerp voor onze Tommy? Zal ik het gewoon laten zien? Misschien is dat makkelijker. Ja, doe maar, Hans. Doe maar. Vind je het spannend? Heel spannend. 1, 2. Wow. Zo. Dat is echt gaaf. Toch? Ja, mooi. Naam van mijn dochter eronder. Ja, want dat wilde je toch? Ja, dat is top. Het staat er mooi bij. Echt leuk. Maar dat is een aardige unit. Ja. Komt goed. Tommy is een bikkel. Ja. Dus die trekt dat wel. Hey, en kleuren ook? Ja, ik moet wel met kleur gewoon om het, de lijnen weg te werken. Hé, hey, wel brute, hè? Ja, is heel mooi. Ja, echt super. Wacht, ik laat me verzonden. Ik ben nu wel blij. Kijk, dit is hem. Zo. Ja, vet. Echt mooi gedaan, Hans. Ja? Ja. Ja, ik moet hem nog doen, hè? Ja, nee, maar de tekening is al mooi. Okay. Zo, Tommy, gaat hij beginnen? Ja. Voel je? Ja, spannend. Ja, ben je zenuwachtig? Nou, we gaan ervoor, toch? Nou ja, Hans, die moet toch al voorover gaan. Hè? Komt goed. Oké, ik heb er vertrouwen in, Hans. Ja? Ja. Jij mag de startshot geven. 1, 3, 2, 1. Start tattooing. Tommy ligt bij Hans op de tafel om zijn mislukte microfoon te laten coveren. Een hele andere beleving dan zijn vorige tattoo-ervaring. Ik merk dat jij goed bent, dat het minder pijnlijk is. Die andere deed zo pijn toen hij bezig was. Ja, ik ben niet de minst pijnlijke, dat weet ik, omdat door... Ja, maar goed, ik kan op zich wel wat hebben. Met boksen moet je ook incasseren, hè? Nou, dan heb ik liever dan dit, hoor. Hans, ben je klaar? Ik ben klaar. Tommy,
Hoe was het? Zwaar, maar ik hoop dat ik blij ben. Nou, en het resultaat. Ik kan je verzekeren dat je blij gaat zijn. Ja? Ja. Ja? Ja. Ik ben heel nieuwsgierig, Dennis. Kom maar naar boven. Oh. Ja. Kijk maar in de spiegel, jongen. Oh. Echt gruwelijk. Die is echt vet. Heb je goed gedaan, Hans? Thanks. Top, man. Jij ook, hoor. Je hebt goed gelegen. Hoe gaat je dochter dit vinden, denk je? Ja, ik denk fantastisch. Ja? Ja. Ja, daar is ze heel blij mee. Hij is echt heel mooi, hè? Ja, ja. Maar echt heel mooi, Hans. Ja? Zou nog één keer, alsjeblieft. Echt, echt heel mooi. Echt. Goed gedaan. Echt. Nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dat hoop ik ook. Comment hieronder. Ja, like en subscribe. Like en subscribe. Like en subscribe. Ja, als je meer van hem wil zien. Like en subscribe. Ik weet niet helemaal zeker hoor. Like en subscribe. Ik ga naar huis, ja?